Hé, hey, Gab, wat denk jij, Gert? Zou je binnen mogen filmen, denk je? Wat we doen? Ja. Wat heel goedkoop eten! Ja, jongens, en welkom bij alweer de 8e vlog op mijn YouTube-kanaal. Het is vandaag 29 maart, zondag, en het is een absurde tijd om te leven. Ik zou eigenlijk vandaag op wintersport gaan, maar ja, is dus ook niet van aan de orde nu, want ja, alles is gesloten. Ik heb gelukkig nog wel een paar dingen opgenomen. Dit zijn opnames die jullie nu gaan zien van, ik denk zeker wel anderhalf maand geleden. Ja, ik heb tijdje niks gedaan en dat had te maken met school, omdat ik, het ging even niet lekker op school, dus ik moest eventjes daar een beetje aandacht aan besteden. Ja, het is heel hectisch nu, ondanks je eigenlijk alleen maar thuis zit. Je mag nergens naartoe, tenminste ik hou me daar gewoon aan en ik hoop dat jullie dat ook doen. Het enige wat ik letterlijk doe is af en toe met mijn brommer rijden. Het is echt heel sneu, maar goed ja. Ik zal ongetwijfeld nog een vlog maken over hoe het mij afgaat, het coronavirus. Maar ik vind dat een beetje uitgemolken onderwerp. Maar goed, en ik hoop dat jullie eventjes alle onzin en gekkigheid kunnen vergeten. Iedereen heeft denk ik Netflix ook al uitgekeken. Ik kan er niks beters van maken dan we gewoon moeten uitzitten en... Ja, dit zal nog wel even duren, denk ik. Geniet van de vlog en volgende week is om woensdag 5 uur de nieuwe vlog. Ja? Ciao! Oké, komt dit dan net. Goedemorgen, dames en heren. Wij gaan vandaag naar Amsterdam om de auto om te wisselen met Dion. Dion was vanochtend even snel een paar dingen regelen, want hij gaat op wintersport vanavond. Dus Dion moet nog een paar dingen regelen vanochtend en... Hij zei, als ik alles geregeld heb, gaan we naar Amsterdam, gaan we die auto wisselen en we gaan waarschijnlijk nog even lunchen in Amsterdam. Laten we niet langer wachten en gewoon de auto instappen, die ophalen en Amsterdam. Oh, godver. Nou, ik ben nu even de intro aan het maken, dus ik kom maar aan. Dus, laten we niet langer wachten en de auto instappen en gaan naar Amsterdam. Kijk, dat is hem. Die we om gaan wisselen. Dit werkt. Deze gaan we naar Amsterdam brengen. En dan gaan we mijn vaders auto even ophalen, want die gaat naar Frankrijk. Ik ga mee naar Frankrijk volgende week. Dus daarvoor gaan we eigenlijk nu naar Amsterdam, om die auto op te halen. En daarna gaan we waarschijnlijk nog even lunchen in Amsterdam. Gewoon omdat het leuk en gezellig is. Maar het probleem is dat Dion die moet ook weer op tijd terug zijn, omdat hij anders niet naar op wintersport kan. Dat wordt een pittige. En vanavond ga ik naar Purmerend. Dus dat is ook weer. Ik ga niet al te veel lullen. Want ik moet dit ook allemaal weer terug gaan kijken namelijk. Ja. Oh. Is dat nog scherp zelf? Oh, ik heb geluk. Oh. Nou. Dion is nog nergens te bekennen, maar ik ga hem even bellen. Zo, dat is mijn wagen. Zo, het ziet jij er moe uit. Hey, thanks man. Hey, dat is echt aardig. Ja, lauw man. Hey, ik word gebeld. Gast, heb je geen muziek in de wagen? Lekker. Gast. Die gaat vallen zo, hè? Ja, maar I know. Maar I'll catch him. Ja. Nee, fuck off. Fuck off. Ik wil die tering oud schoen. Wakker blijven. Oh. Oh nee. Nou, we zijn nu dus bij Gert. Ja. Yeah. Ja, yeah. Gertje heeft mijn vaders auto staan. Yes, ik weet niet of ik binnen mag filmen. Oh, ze zitten daar ook een verkoopgesprek te houden. Wacht, ik ga niet filmen, ja. Goedemiddag. Hoe is het? Goed. Ja, ga jij daar naartoe? Dan ga ik hier naartoe. Oh, hij is weer helemaal gewassen. Hij is helemaal schoon. Zo, ik wil op een... Nou, dat was even een snelle wissel, zeg. Nee, ja voor hun. Nou, wij hebben snel gewisseld. Ja, even flop, flop. Anderhalf uur? Nee, helemaal niet. We zijn denk ik hier 10 minuten geweest. Nee. Gaan we nog even naar Amsterdam? Allee, roeg op. Ja, gaan we het doen. Nou, we niet. Gaan we even wat eten in Amsterdam. Oh, dit ruikt toch zoveel lekkerder. Deze zit ook vol, weet je, joh. Ja. Maar we moeten even...
Zo. Moet daar denk ik ook nog tanken, want deze is half. You are always tanking. Ja, met deze al helemaal. Oké, okay, tell me mee. Nou, Dion die moet daar natuurlijk op wintersport. Dus hij wil niet te laat in Oud-Beijerland aankomen, wat heel erg logisch is. Dus het idee was in Amsterdam even wat te gaan eten. Maar hij zegt, dan staan we zo in de file. Oké, okay, maar dan moet jij even gaan opzoeken waar we gaan eten dan. Dat doe gewoon wat snels, man. Ja, ja, daarom. Hoe heet het nou? Weet ik veel. Niet Yakumi. Shabu. Shabu? Sumo. Ja, ah, Shabu is wel iets lekker. Gaat om 4 uur pas open. 4 uur? Ja. Maar ik zie 2 andere Shabu's die wel open zijn. Echt? Waar? Eentje in Capelle. Ja. Echt in het centrum van Rotterdam. Waar zit die dan? Ken je Mediamarkt? Ja. Nou, daar. Ja, welke? Oh, bij Witte de Wit, daarachter. Daar zit er ook nog eentje. Ja, die bedoel ik. Ja? Nou, ja. Daar kunnen we toch gewoon gaan. Ja, dat kan ook. Nou ja, het zit dus niet altijd mee. Het is echt, echt een chaos hier zo. Kijk, hier staan we weer vast. Nou. We zijn een paar minuten verder. Nou, nee, 10 minuten verder. Ja, echt wel tijd. Ja. Hey, Gap, wat denk jij aan je gast? Goed zo. Inderdaad, Gappie. Zo, die vraag waren die snapte net. Goos, ik heb zoveel zin in sushi. Ik heb zoveel honger, ik heb nog niks gegeten vandaag. Ja, maar ik heb niet per se... 4:30. Ik ruik nu al. Nee. Jawel. Ja, maar hier is die keuken, hè? Ja, waarom? Maar dat is niet van van Shabu, het is van Soul Sister. We zijn eindelijk in Rotterdam. En we gaan eindelijk eten. De parkeerplaatsen hier zijn zo krap. Ze zijn echt heel krap. Maar goed, hij staat. Zou je binnen mogen filmen, denk je? Yo! Yo, gasten! Ik weet dat, het is helemaal leeg. Het is helemaal leeg. Top. Alleen maar goed. Nieuwe super. Ja, doet het gewoon. Ze zijn gewoon nog Hij is besteld. Het is echt lekker hoor. Ja, voor jou waarschijnlijk wel. Nee, jij vindt het ook lekker. Nee, ik weet alleen niet of je de hoeveelheid lekker vindt. Nou, dit is helemaal voor jou jongen. Leef je uit. Wat de fuck is rijst? Ja, helemaal voor jou. Mag je helemaal zelf opeten. Wel bro. Hij gaat wel aardig goed. Ja, alleen met sok zitten. Ze hebben mijn lepel gewoon gemaakt. Nu moet ik korreltje voor korreltje. Korreltje voor korreltje. Alles is op. Nee. Nou ja, we hebben wel teruggestuurd. Ik ben klaar. Alles is gewoon. Helemaal vol. Buiten zit helemaal vol. Oh, je buik zit helemaal vol. Ja. Ja, top. Zijn we op tijd, denk je? Voor wat? Voor jou? Ik hoop het. Waar moet ik betalen? Niet. Ik kom gewoon veel uit, hè? Nee, want kijk even achter je, zo cool. Achter je. Oh, je kan er zo uit. Je kom, we gaan eruit toe. Gaan we doen. Kijken of het hek nog open is. Ja, maar weet je hoe raar dat steek is? Ik sta hier iedereen onder de weg. Ik is wel open. Moet nu achteruit rijden. Zal ik het doen? Ja. Oh, daar komt de auto aan. Fuck it. Ja. Nou, waarom dat was ze... heel goedkoop eten. Maar hoe kunnen ze daar weer het dek over laten? Dat is echt heel stom. Heel dom. Oh, wat dom. Nou ja. Hè? Is niet erg. Ik ben bijna thuis. Had a fun day, you know. Even naar ooms en terug. Ja. Ik zie jullie echt volgende keer. Ciao! Nou, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik heb net eventjes nog de laatste dingen van de sportvlog gedaan. Programma waarmee ik edit doet een beetje raar. Dus ik weet nou niet of hij nou goed geëxporteerd heeft. Maar dat zie ik vanavond later wel. Ja, en dan ga ik hem hierbij afsluiten jongens. Ja, jongens, in ieder geval bedankt voor het kijken. En als je deze video leuk vindt, laat een duimpje omhoog. En zorg dat je geabonneerd bent voor de volgende video's. Ciao!